Hallo, ik ben Peter Nagelkerke. Ik ben van de vrijwillige vuurtorenwachters. De vuurtoren waar we nu voor staan is de enige achtkantige gietijzeren vuurtoren van Europa. Hij is in 1867 gebouwd door Quirinus Harder. Hij is 28,4 meter hoog. Hij is nu weer te bezichtigen voor het publiek, maar dat was een tijdje niet zo. Wat is er allemaal gebeurd? Hij is vleiaar, officieel, door de Vlaamse regering aan deze stichting De Vuurtoren overgedragen voor de 1 euro. En de Vlaamse regering heeft hem helemaal gerestaureerd, zowel van buiten als van binnen. Dus dat heeft best wel lang geduurd. Maar zoals u ziet, hij ziet er spik en span uit. Hij is sinds kort, vanaf vleiaar, is hij voor het publiek te bezichtigen van vrijdags tot en met zondags van 1 uur tot 5 uur. Had een vuurtoren een belangrijke functie vroeger? Ja, hij is tenslotte ook ten eerste neergezet om voor de haven van Antwerpen. Want dat was toen in de tijd de grootste haven hier zo in dit gebied. Dus het was een zeer belangrijk punt. En van waar was die dan zichtbaar? Vanaf zee natuurlijk, want er kwamen natuurlijk, toen kwamen de eerste schepen natuurlijk, en zeilboten en stoom. Die konden dan doorvaren omdat ze het punt hadden om te manoeuvreren. En vroeger moesten ze, als ze dat niet hadden, moesten ze voor ankeren. En ja, dat is natuurlijk tijd is geld, toen in de tijd ook al.